Het Afrika Museum heeft een binnen- en een buitenmuseum. Deze film gaat over het buitenmuseum. We starten ons bezoek bij de parkroute. Dit woonerf is een kopie van een woonerf in Ghana. Er staan foto's voor van Accra, de hoofdstad van Ghana. Het erf heeft maar één ingang. Alle kinderen woonden bij hun moeder. Dit onhandige trapje staat voor een voorraadschuur. Sinds 1989 is het Dogongebied werelderfgoed van UNESCO in Mali. De huizen van de Dogon zijn gebouwd aan de voet van een steile rotswand van de 150 kilometer lange Bandiagara-klif. De verschillende huizen van de Dogon vormen samen een dorpsgemeenschap. Op dit woonerf staan kopieën van bijzondere huizen die in alle traditionele Dogon-dorpen te vinden zijn, waaronder dit raadhuis van de mannen. Het huis van de vrouwen is iets eenvoudiger. Bijzonder zijn de Dogon-deurtjes in de voorraadschuren die vaak versierd zijn met traditioneel houtsnijwerk. Als ik zo door dit Dogon-dorpje loop, dwalen mijn gedachten af naar 1998, toen wij het Dogon-gebied in Mali bezochten. Een van de hoogtepunten tijdens ons bezoek aan de Dogon was de maskerdans. Deze dans was oorspronkelijk een begrafenisritueel. De dansers worden bedankt door de dorpsoudsten. Ja.
terug in de werkelijkheid worden we geconfronteerd met de huidige tijd. Hetty rust uit, ik bezoek Lesotho. Voor de inwoners de Basotho spelen de dekens een cruciale rol in hun leven. De deken kenmerkt warmte en wordt geassocieerd met vruchtbaarheid. Er zijn verschillende dessins, maar vrijwel allemaal kennen ze contrasterende strepen in felle kleuren. Na de parkzone bekijken we nu de beeldenroute langs het bos. We starten met 4 serpentijnbeelden uit het kunstenaarsdorp Tengenenge uit Zimbabwe. Koning Baviaan en de Jager zijn werken van Damien Manua. De hagedisvrouw is van Stekot Talwa. De vogel hoort bij Saidi Sabiti. Ook deze 4 beelden van serpentijn komen uit Tengenenge. De Mambira-speler en moeder draagt kind zijn van Crispin Chakanyuka, een van de oprichters van het dorp. Het rattenzwijn is werk van Jesse Muhomba en de Afrikaanse genesis van Bernard Takawira. Nyumbe is een werkstuk van Kikoko Mwitiki uit Kenia. Het beeld is gemaakt van aluminium en ijzerdraad, waarmee stropers vallen zetten in het leefgebied van de olifant. De praatzieke vrouw is van Ella Summy. De andere 3 beelden, de bruid, tante en generatiekloof, zijn van Bernard Takawira. Niet alleen de beelden zijn indrukwekkend, maar ook de omgeving mag er zijn. Tot slot nog 4 beelden uit Tengenenge, de jakhals van Damien Manua, de slak van Kesias Niwalati en de jagende leeuwin van Edrone Prokotsi zijn prachtig, maar mijn aandacht gaat vooral uit naar het likkende aardvarken van Bernard Matemera, waarvan wij in Zuid-Limburg diverse beeldhouwlessen mochten volgen. Prachtig dit buitenmuseum van het Afrika Museum. Dat zeker moet blijven.